Najim M., de man die maart vorig jaar Sharda Ramadans doodschoot in de Stuwstraat, gaat in cassatie tegen de 18 jaar celstraf die het gerechtshof hem oplegde. Opmerkelijk is dat M. veroordeeld is voor doodslag in plaats van moord, waar over het algemeen een lagere straf voor staat. Maar in dit geval viel de straf bij het hof toch hoger uit dan bij de rechtbank. Een bewoner van de Soestdijkse Kade heeft dinsdagmiddag een woningovervaller gegrepen. Hij kwam in actie nadat een buurtbewoonster door 3 of 4 mannen was overvallen in haar huis. Hij kreeg 1 van de mannen te pakken. De andere overvallers zijn nog niet terecht. Het is niet bekend of er iets is meegenomen uit de woning. De viering van Prinsjesdag is waardig en feestelijk verlopen. Dat zegt politiecommissaris Henk van Essen. Net als vorig jaar waren er zo'n 40.000 bezoekers. De stroom kwam pas goed op gang toen de zon ging schijnen. De agenten die waren ingezet hadden het rustig. Er was 1 arrestatie voor openbare dronkenschap en er zijn 2 zakkenrollers opgepakt.